Ik ga zo meteen eventjes zoeken of ik ergens zo'n flipperkast kan vinden. Nee, die zijn hier inderdaad. Ja, niet in de vorm van een flipperkast wel, maar wel zo, zoiets zeg maar. Die is er gewoon, hè? Echt? Jazeker, het zit in elke game. Wat is dan? Dan heb je gewoon... Oh, hier rechts zo, zeg. Volgens mij wel. Misschien komt zij er wel op. Nederland heeft oprecht voor mij gewonnen, maar, big maar, hij staat eerste, ik sta derde en mijn coins worden gestolen door een computer terwijl Milan 3 coins minder had ofzo. Of jij had zelfs... Ik had meer coins. Jij had zelfs meer coins. Moet je nagaan. Wow, is altijd die haat hè Sander, altijd die haat. Maar zieke geluk weer. Nou, ja en nee, ik had wel de minigame ster, maar... Milan had de Happening Star en de, coinstar. De totaal meeste Coinstar. Want hij kreeg na de eerste... Oh nee, je had die Battle Minigame gewonnen. Ja, ik had die Battle Minigame gewonnen, ja. Dus, het is wel verdiend, maar... Ik werd ook niet het zat ook niet tegen, zeg maar. Hij had de meeste sterren, de meeste coins, komt op Bowser. En Peach stond daar ook. En wat zegt het spel? Oh, we gaan iedereen verwisselen. En hij verwisselt met Peach. Dan staat nog steeds één stap voor de ster. In plaats van dat Bowser zegt, hey, al je coins kwijt, vier is een Z-stap, Peach. Dat was echt de kip. Nou, maar je moet nog steeds die ene potje kijken met, tegen Sander. Oh, wat was die salty, jongen. Maar, ik heb wel... Kijk wat hij zegt. Dit is niet de eerste keer dat ik van Milan heb verloren. Je hebt wel een keer met minder skills gewonnen. Dit was gewoon, je won games, je speelde goed en je had me gewoon gespankt. Dus met andere woorden, mijn kill zat helemaal vol. Kup. Ja, graag gedaan. Heb de potjes tegen mij gezien? Dat was echt lucky van hem. Ja, die ga ik vandaag waarschijnlijk kijken. Wat moet hij doen? Oh! Hier moet je een knopje indrukken en als je dan... Het is gewoon geluk. En als iemand niet datzelfde knopje heeft, dan... Ja, dan ben je een coole boy. Ja. Maar ik ga die wel kijken, want ik had er zelfs heel goede dingen voor. Alleen gisteren was echt de hele dag voetbal op. Het is great van jou. Wow. Wat een nifpauwtje, hè? Echt iedereen is in één keer nifpauw geworden. Zie! Oeh, het wordt spannend! Dus gewoon allebei een ander knopje indrukken. Zie! En nu? We hebben allebei gewonnen. We hebben allebei 10 coins. En jij mag je win wel intrekken hoor, als je wil. Ja. Hoezo? Kid. Ja, zo heet het in Amerika. Het is een Amerikaanse rom. Wat knop moet je nou drukken? Ja, hier kun je elkaar dus naaien, maar je kunt elkaar ook gunnen. Maar, ja. Je moet gewoon zorgen dat je een ander knopje hebt dan de rest. Ja. Yep. Dus stel je speelt er met 4 mensen, dan kun je elkaar zo hard naaien. Maar dan kan die game dus oneindig lang duren dan? Nee, want ja, kijk, als iedereen elke keer dezelfde knopje indrukt wel. Sander, vraagje, hoe was jouw stream? Had je Sims gespeeld? Had ik gehoord van Jordi? En Sander, nog één heel belangrijk ding. Milan had dus de tweede beurt, had hij een power-up. Daarmee gooit hij 2x7 en krijgt 30 coins. Meteen. Ik heb daarna in de laatste 5 rondes gooi ook 2 keer hetzelfde en dan krijg ik maar 10 coins. Dus die 20 coins in het begin van de game, die niemand kan verklaren, heeft hij ervaard, aangepakt. En daarmee, Nee, ik zei nog, ik wil ze niet, maar toen kreeg ik ze toch. Moet jij geen mondkapjes gaan verkopen? Nee. Battle? Sims 4 en daarna 300 accounts voor Totodaal. Oeh, nog steeds geen Totodaal. Ja, die had ik toch wel snel, ja. 1, oeh! 16. Waarom moet ze nou mij dan weer naapen, weet je wel? Dat vind ik dan weer zo jammer. Dat is een perfecte look.
Zijn ze niet te oud, niet te jong. Oh, toestemming. Alleen toestemming van haar. Dus niet van haar, alleen van haar. Ik vind het grappig. Bij mij van die ouders met een gun. Ik wil toestemming. Oh, ja, leuk je. Oké. Wat moet je hier doen? Oh, deze is leuk. Deze is leuk. We moeten Peachy bekogelen, hè? Ja, deze is leuk. Bij B maak je een sneeuwbal. Dankjewel. Ja, anders gooi je A en dan hun. Ja, ja, daarom. Ja, die apen die zijn wel hardcore, hè? Oh ja, die apen die gooi je ook. Wauw. Wow, en die apen die kunnen gewoon niet dood, of? Oh jawel. Kom op, Justin, je kan het! Oeh, ja! Oh. Nice. Oeh. Oh. 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 Zijn glitch. Ja. De glitch act city. Yes. Lekker DC. Zeg dat maar. Ik moet het meten. Zeg dat maar. Oh. Als het nou gewoon bestond, dan weet je dat je hier nou verlamd tegen de muur had. Hè? Wat is er nou weer BS, Sander? Wat is er nou weer BS? Dat we winnen is BS? Nee, oké, dankjewel. Graag gedaan voor de carry. Daar meen je niks van. Maar zij had wel echt een zieke matrix dodge, hè? Zo ja. Omhoog, omlaag. Ja, je knipperde met je ogen, Sander, dat je het weer gewoon niet mist. Wat wordt nu die? Die maakt je af? Oh nee, die brengt je naar de start of zo. Die geeft mij gewoon 7 coins. What? Die hidden block? Volgens mij zit er geen hidden block in deze game, of wel? Nee. Wat doet die? Hier ligt een Peach. Lede Peach! Oh! Ja, dat is wel waar. Dat die Peach al praktisch had geraakt en dat ze toen alsnog niet geraakt werd. Oeh, 5 coins voor je. Ik zo. Wat is die? Ja. Ik denk dat die best heet is. Wajo, 10! Wat een bitch. Ja, maar Peach die dodge hem fucking goed, maar ik vind die minigame wel altijd fucking leuk. Ja, hij wacht met bliksemschichten afvuren. Als je naar buiten gaat straks. What goes up, comes down. Lichter. Als er helium in zit dan niet. Oh, deze is leuk u. Oh, maar deze is wel echt weer tering heftig, hè. Ja, en als het nacht is, is deze game dus naar beneden, hè. Oh, dan is hij wel leuk. Ja. Dit is best een pittige minigame, zeg maar. Ondervind ik in ieder geval. Wauw! Oké, nou, ik geef het alweer op. Blijft die paratrooper nog langer onder die. Hier, ik moet nu wachten totdat er iets gebeurt. Wauw, wat een kut minigame, zeg. Dat deze game zo wil winnen. Oh, ik sprong nog net voor die 1 seconde om even extra meters te pakken. Dat is wel fucking slecht. Ja, wie wint de minigamester? Ik heb echt geen idee. Oh, ze hadden eigenlijk een recordster moeten maken. Gewoon als je records verbreekt. Nighttime! De warpipe is best wel goed in deze game. Ja, oorlog, wat? In deze... in deze baan bedoel ik. Ik dacht laatst, ik ga even een oorlogsfilm kijken, dus ik had War Horse opgezet, maar toen ging het gewoon alleen over paarden en ik dacht, what the fuck is dat voor kut paarden? Oké. Okay. War Horse, dus je denkt iets met oorlog, of een oorlog die verzonnen is door paarden ofzo. Ja, dat ging echt helemaal nergens over. Ja, kijk, hier ligt iets. Dus ik moet deze kant op. Ja, dan kom je op mijn... Echt? Ja, volgens mij wel. Wat doet dit? Wat doet dit?
breng me naar de start, hoor. Ik hou van deze minigames. Of van deze Mario Party. De 1. Dat is geen 1. Wat is dit? Kut, hoor. Dat ze dan daar boven die vlam opgooien. You mad? Nee. Echt niet. Wel lekker monstertje. Maar je had hem nog niet zo lang in de koelkast gezet, of wel? Niet, ja, nee, ja. Jij zegt opeens, je moet monster aan de manier. Ja, dan zit je in de vriezer. Ja, het is goed, meen je. Nee, ik ben niet Daisy, ik ben, ik ben, ben Luigi. Nee, je klinkt als Daisy, kut. En je ruikt wel als Daisy, nou, kut. Nou, ik vond hem best grappig. Ik ben Luigi, Sandberg. Oh, dit is precies de minigame die ik dacht die het zou zijn. Je bent echt zo lastige jongen. Je bent net Sander in de Avatar Lock, lastig. Ah, dit is leuk minigame. Als je... Oh, wacht! Ik denk dat we deze helemaal niet kunnen doen. Want de controller trilt mee. Of wat? Ik denk het niet. Nee, ik doe maar wat dan. We worden weer genaaid. Wow, je hebt een bom. Wat is er voor niffel shit, jongen? Oeh. Ik heb gewoon een skatkist. Oeh, een gouden skatkist. Woep woep. Oh man, dat jij zo wil winnen, hè? Ja, oké, okay. Ik snap wel dat je hierdoor een beetje net wordt. Ja, easy. Maar je ziet dat er ook een trillfunctie zijn. Ja, maar ik denk dat het met de emulator niet kan. Ja, Justin is Bowser Jr. Of mini Bowser. Hoe is dat gelijk? Ja, ik ben mini Bowser. Bowser Jr. is iemand anders, toch? Ja. Ja. Wie is Mini Bowser? Ik ben Koopa Game. Oh, oh! Ja, het is zo leuk. Ja. Jawel, want zij zijn dichter bij de ster. En het is naar ja, Bowser. Maar ze gaat nu naar rechts, ja. Ja, maar als jij nou hoog gooit. Nee, ja, het is nu Bowser, hè? Ja, nee, maar het is toch gewoon alleen maar beter, toch? Nee. Voor jou, hoor. Ja, maar Sander, dat was gewoon skills dat ik 13-0 tegen jou stond. Dit, hier kon Justin niks aan doen, omdat dit was fucking... Dit was 100% geluk, omdat ik gewoon maar ergens aandrukte net, zeg maar. Alleen, ik van jou had ik gewoon dik gewonnen, omdat ik gewoon... jou gewoon... Dat was geen skill. Je moet... Ja, kijk jij maar vanavond, dan moet jij zeggen of het skills was. Ja, is goed. Nee. Ik ben hier echt de judge, hè. De maar dan judge, moet je eigenlijk de nieuwe... jury... En de executioner. Dan moet je eigenlijk de nieuwste kijken, dus in die, in die woestijn, zeg maar. Oké, okay, okay. Oh, waar jij hem zo hard hebt gespankt. Ja. Ja, ja. Nee, ik heb wel echt gehoord dat het echt skills was. Ja. Maar ik ben niet bevooroordeeld, maar als Milan met zoveel meer sterren wint, dan kan het niet anders dat zijn kwaliteiten zoveel beter waren dan die van jou. Nou, en zo ook het mag ik het horen. Zo mag ik het horen. Ja, dit is echt fucking kut van jou, gewoon. Deze is echt kut. Je weet niet precies waar die laser gaat bouncen, zeg maar. Go! Hier, kijk. Hier, deze kan je winnen, maar je moet zo goed zijn in deze game. Dank je. Dat was goed in deze game. Kijk jij dan weer, hè? Heet die gewoon zo'n minigame, gewoon puur geluk, en dan die minigame dat je zo ver in het voordeel bent. Sander, Milan. Wow. Kijk, zie je? Hier, nou weer. Ja, maar zij is er nog niet.
Wauw. Oh, wacht. Dit is op zich wel goed. Alleen ja, dan moet ik heel veel gooien zo. Anders ben ik weer fucking hard gaan aaien. Heel veel gooien. Je staat daar. Ja, ik sta hier. Ja, als moet je meer dan 8 gooien, gooit. Hier. Ja, weer fucking hard gaan aaien. Misschien moet ik een warpipe kopen. Dit is echt kut. Ja. Ik heb gewonnen, ik heb 69 coins. Hoeveel coins heeft deze? Hoe kan ik dat zien? Kan jij niet zien, ja? Wat? Hoeveel coins heeft deze? Ah. Ah. Ja, Sander was wel echt net in dat potje, ja, dat was wel leuk. Hier krijg je echt veel coins uit een orb. Ik kreeg er net al 7, jij nu 6. Kom ik nou weer op jou? Met 5. Ik weet niet of je nog hebt. Dit is wel nice. Ja, dan gaat hij weer om en dan gaat. En dan moet Peach hem zo meteen alsnog kopen. Had ik eigenlijk niet meer. Laat jij zo wel in. Met hoeveel hij gooide, maar dat durft hij niet toe te geven. Ja, soms heb je echt die zieke potjes dat je gewoon constant boven de 6 gooit gemiddeld. Of, ja, maar ik moest met 3 blokken en dan moest ik iets van 21 gooien met 3. Ja, dat haalde ik dan, zeg maar. Ja, ja, maar dat is gewoon skills. Dat, precies, dank u. Oh, oké. Okay. Ik kan me deze helemaal niet herinneren. Ik ken wel die ene met zo die hondballen in 7. Oh ja, ja. Kut. I already finished it. Finish. Je hebt gewonnen. Nieuwe record! Dat was bij die Mario Party 7 wel, want het was een gedownloader ROM. En zelfs toen had ik bij bijna elke minigame nu record. Wat vond je dat? Ja, maar dat is de set record, hè? Nee, want bij Mario Party 7 had je ja, al zo'n set. Ja, klopt. Ik wil die het weer even ontnemen, ik dacht niet. Als je dat maar weet. Maar, gefeliciteerd. Ja, neem de set gewoon. Ja, alweer. Ja, ja. Dus ik heb alweer gewonnen. Sander, hij wint echt alleen maar met kleur. Nee? En deze is mede mogelijk gemaakt door moi. Dat klopt. Maar ik wil gewoon. Maar ik ben. Ho, ik ben er nog niet, hè. Ho, wat? De speling heeft ook nog. Nee, ik hoop dat je dadelijk. Ja, nee, voor mij mag je op zich wel een sterretje. 1 sterretje is geen probleem. Alleen de 2, dan komt het allemaal wel een probleem. Oké, is het Ripple. Oh my god, it's Ripple! Je ziet ook nog geen blok, nee, hè? Volgens mij niet. 10. Oh, dat is ook goed. Ja. Oh. Dit is echt kut, want ik sta daar in mijn eentje helemaal. Vooraan. Zoals Thor. Easy win, boys. Ja, het kan nog, maar het wordt al lastiger. Wel nu, easy win, niks aan te doen. Hoe durf je die auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Oh, de auto stelen. Die brug kan hij toch weghalen ofzo? Nee, dat lijkt me niet. 9? Nice! Wat is zijn vieze vuile bitch dit? Komt ze nou op haar eigen ding? Ja. Triple, oké. Okay. Oh my god, a triple!
Staat er in ieder geval één plek achter me, maar staat er ook. Battle? Kan er nou niet? Ja, hier kan het wel. Oeh, ik denk de tweede. Sander, stop nou eens met het laatste potje, was voornamelijk geluk. Ik was gewoon de most skilled player of the game. Oh, deze is leuk. Nee, ik haat deze. Ja, ik ga de aflevering kijken en ik beoordeel dat wel. Ja, dat is goed. Oeh! Kaken! Dit is geen Pirates of the Caribbean. Peach, flikker op met je gezicht. Oh, huh? Ja. Oh, deze was hem. Jij als... jij blokte mij zo hard. Oh, man. Je moet het eigenlijk voorstellen. Easy, er ligt een meisje man. Klaar. Ik wil hem erin stoppen en jij duwt mij weg en je stopt hem er zelf in. Nou, dat... Zo ging dit. Omdat jij dan afging, blokte jij mij en toen ging ik ook af. Ja, maar ik ging ook af, dus ik kreeg hem er ook in. Ik hoop dat je blijft. Zeker. Oh, Sander, hij kan zo slecht tegen zijn vriend, die Sander. Hè? Ja, extra diepe, als AZ niet wint, dan mag niemand winnen in voetbal. Terwijl ik zou dan denken, gun dan bijvoorbeeld Ajax een win. Nee, Ajax zou je niemand een win. Dit is wat Sander doet. Hoe je kut, man. En een treppel. Holy shit, man. Monies! Drie monies. Sander, ik heb vandaag de finale van de Avatarlok geëdit en geüpload. Dus hij staat helemaal op YouTube. Ja, koppie! Die is wel goed. Oh, sad, Sander. Oh, ben je er heel lang van? Ja, ik weet wel wat hij bedoelt. Oké, als zij nou tering hoog gooit, ja, wat een kut hoor. Oké, nou. Doe eens even normaal tegen deze. Nee. Nooo! Nee. Want het is nou Bowser's schip, hè? Ik zeg nee. Ja, het was gewoon een test, en ja. Ik wist het. Maar ik ging kijken wat jij ging zeggen. Maar vind je niet fucked up dat in de Nederlandse elftal gewoon helemaal geen AZ-speler speelt? Wijndal, Koopmeiners, Bizot. Die zit allemaal op de bank. Ja, Wijndal stond de hele tijd in de basis. Ja. Tot de tweede wedstrijd. En toen speelde die goed dan? Ja, beter dan Van Hanold. Ja, oké. Okay. Wow, hoe maak je hem kapot? Ik snap deze game niet. Boyo. Ja, dat is echt ziek. Ja, het zeg maar. Ronaldo, Messi, Justin. Met nog heel veel spelers daartussen. Dus ja, Ronaldo. Ja. Wacht. Het is Messi, ja. Heel veel spelers, Ronaldo, Justin. Ja, daar teken ik ook nog op. Als ik maar in de lijn. Ik zit trouwens bij die heel veel spelers. Ja. Nee. Nice. Dat je zo in. Nee, maar het zijn met die jongens. Oh, wow, 3-13? Oh, jammer. Ik zou je trouwens even bij vertellen dat ik ook gewoon de minigame star had gewonnen tijdens dat potje. Dus dat lag het was ook gewoon skills. Ja, zij gaat daar ook naar rechts, hè. Natuurlijk. Zij is echt een klap nog hoor. Zij is echt een goh hoertje. Dan loop je in Amsterdam en dan spreekt dan iemand je aan en die zegt, klap er één en dan denk je, nee, je bent echt een goh van mij. Zo'n hoertje is. En zeker. Is dat een toeval? Is dat zo, Sander? Dat zou best kunnen. Ik gokte ook maar wat.
Aangezien ik meestal wel de minigames sta. Ja, dit is zo jammer hè, dat jij dan weer gewoon een ster gaat krijgen. Wat is dat kwijt? Wow. Oh. Ja, ze had ook een battle minigame gewonnen. Ja, was het fucking veel geld bij. Ja, bij Mario Party 7 telt de battle minigame coins nog niet met Jawel. De minigame ster. Jawel. Oh, dat is zo heftig dan. Dat is zo belangrijk dat je die dan wint. Eigenlijk. Als je die wint, kun je gewoon beter gewoon je controle kapot gooien tegen de muur. Dan. Ja, kom. Dat je zo wel winnen. Oh, nice, nice. 3-3. Dus dan met deze. Pixel perfect. En dat is onze relatie. Met allemaal pixels, dus is slecht te zien. Oh ja. Ja, hoe moet het zien? Oh ja, wat hij nu zegt, maar dat moeten we zo meteen maar even kijken. Daar heeft hij ook wel gelijk. Wij deden die godverdomme speech. Wat is een actieve bitch, jongen? Wat? Zij gaan letterlijk naar links lopen. Dief gewoon op, jongen. Doe eens rustig. Stinksnol. Doe eens normaal. Stinksnol, zegt hij. Hier, kijk hier, doet ze het weer. Ja, hoe verlies je? Easy win, boys. Easy Wat, zij win. Is echt zo in stinksnol. Er zijn 90 vakjes die nog moeten gebeuren. En ik kies mijn vakje. Ik ground pound. In de animatie gaat zij snel onder me lopen. Just insult, inderdaad. Ja, maar dit is gewoon computer RNG. Mm-hmm, dat is het. Als je dit gewoon speelt met z'n tweeën en je verliest dit, dan ben je echt gewoon een stinksnol. Dan speel je dit met de computer en je verliest. Dan moet je dat doen. Oh, dat zijn wel kinderen. Dan ga ik zo hard lachen, je moest het weten. Ik denk dat ze hem kan ze pakken. Ze kan niet eens een ster kopen. Moet je nagaan. Nee, maar in welke wereld zou je dit doen? Kijk, ik sta niet eens eerste. Rustig. Ik sta niet eens eerste en ze proberen mij al te buttfucken. Met welke reden? Je staat bommel. Huh? Wie maakt de codering? Miyamoto. Dat is wat ze willen. Wat ja! Waarschijnlijk is het gewoon een of andere nazi. Het is Lee van de vuurnatie. Erger, Hitler, Adolf. Wow, dat is helemaal. Dat is toch oh, wauw. Ook deze nog. Hé, dat leeft niet meer. Dat is nog wel niet hoor. Dat vind ik wel fijn, zeg ik. Ja. Zie! Op Bowser! Yes! Al mijn coins kwijt, alsjeblieft! Ja, dat hoop ik wel. Oeh. Al de nou, orders. Dat is alleen voor mij, kut. Ja, voor mij ook. Oh ja, voor iedereen eigenlijk. Het is op zich wel positief als Daisy er orbs kwijt raakt. Wat moet je doen? Mag je gewoon niet geraakt worden dan? Yep. Ik kan me deze helemaal niet herinneren. Met deze Dark and Crispy. Je hebt ook Dark and Crispy. Oh, dat beest is nog snel ook, joh. Oh! Oh! Doe nou niet. Oh! We gaan samen als we gaan. Je bent echt een lul! Je bent echt een lul, hè! Wow, je bent echt een lul! Als we gaan, dan gaan we samen. Ik hield gewoon je hand vast, hè! Ja, wat wil je nou weer? Het is goed met je. Dat zou zo fucking grappig zijn als wij dat dan afkeren. Als ik nou gewoon 1 had, als ik nou gewoon 9 had gegooid, hè? Dan was het. Oh, weet je wat dadelijk gebeurt? Een 1 tegen 3 minigame? Oh, of ik kom met Daisy. En dan is het een minigame die dan weer in de nadeel is.
Nou, ja. Als het goed is wel. Als het goed gepromoveerd is wel. Als Miyamoto zijn best heeft gedaan. Nee, dat is wat ze zeggen. Miyamoto is echt alleen maar het gezicht, hè? Of ik denk dat hij met het idee kwam, maar uiteindelijk wordt het toch geprogrammeerd door andere. Tuurlijk. Easy win, boys. Okay. Trouwens, we hadden de vorige keer ook al twee keer verloren toen we met z'n tweeën waren. Oh ja, hoe kwam het? Iemand hield niet vast, want die dacht dat hij er al was. En die andere keer? Nee, in datzelfde potje hadden we gewoon nog kunnen winnen, maar toen vloog jij er ook nog van af. Dan vergeet je eventjes te zeggen. En we moesten het risico nemen, want anders waren we sowieso. Go! Dat is gewoon niet eerlijk voor ons, dat ze eerst naar ons toe komt. Dan kunnen we er meteen allebei afleggen. Wojo! Oh. Wojo! Hij gaat dadelijk ook weer langzamer, hè? Maat, what? Gekip carry. Gekip carry. Easy. Wie staat er eerst? Nou, ik gooi dadelijk twee. Let maar op. In plaats van... Eén. Nee, weet je wat er gebeurt? Er komt zometeen iemand anders voor jou op dat vragen. Nee, want jullie weet... zijn veel te ver. Ja, maar er zijn over die de... staan daar! Er zijn over de hele map zijn van die vraagteken dingen. Wat? Ik sta één voor de ster. Oké. Okay. Oh, ik had even moeten kijken. Oh, het is een bed om in te doen. Ik weet niet of dit slim was, maar we gaan wel zien. Hier kun je ook nog coins mee winnen ofzo, toch? Weet ik niet. Maar hier kun je er afgeschoten worden door een of andere kanon. Oh, dat gebeurt niet. Oh, dan was dit waarschijnlijk fucking dom, of niet? Oh, nee, het valt niet. Ik hoop dat jij één gooit, nou. Ja, maar maakt het niks uit? Nee. Het maakt gewoon niks uit. Oeh, helft van je coins of? Als jij nou gewoon 3-9 had gegooid, hè? Jij, Sander, heeft inderdaad geluk. Maar hoezo nou weer geluk? Anders had ik toch nooit die glijbaan genomen. Bowser, ik heb niet eens een ster. Ik heb niet eens een ster. Waar betaal ik voor? Ik ben fucking Koopa Kid. Doe eens normaal, man. Nu snap ik je wel. Eén. Oh, lekker. Oh, heb je tissue voor me? Ik ben volgens mij in mijn boek gejazzed. Hier, en dit gebeurt dus altijd. En nu... Dan ben jij net als Sander, durf je niet voor toe te geven dat je nu fucking veel geluk hebt. Dit is echt fucking veel geluk. Nadat ik fucking veel pech had gehad. Ja, nee, dit was echt fucking rap, hè. En je weet het. En als ik zo één gooi, wat dan? Dan ga ik ook fucking. Dan gun ik het je. Dan heb je het echt verdiend. Go! Gelukkig dat je met Peach was. Dat gelukkig dat je met Daisy was en niet bent, want anders had je even kut gelegd. Dat klopt, ja. Ik mis je! Dat is een grapje. Dat was geen grapje. Dat was eigenlijk een grapje. Dat was een... Kom op 1. Gooi 1. Oh, 2 ook nog! Oh, ja, moet ik 3 pakken? Wil je jezelf ophangen? Je weet dat je nou je ster kwijt bent, hè? Nee, en 20 coins. Nee, niet aan 20 coins. Jawel. Nee, het is 1 of 2. Hè? Ah, jammer. Dit blijft geen feest. Jammer.
Zal ik erin pakken? Je kunt gewoon de pijn wegnemen, dat weet je nou, hè. Had jij de jouw gezien? Dan had ik mij. Lijkt Sander wel met de geluk. Oh, wat. En ik ben weer helemaal terug in de partij. Staat van eerste. Oh. Je hebt nog fucking goede mushrooms ook. Wat een dieve zon. Waarom zitten daar geen coins in? Nou, 10, 10, 10. Is dat die? Dat is 1, 1, 1. Laat die ook kijken. Ja, Tile, wat de fuck is dit nou weer? Ik vind het zo leuk om Sander te triggeren, hè. Jullie hebben allemaal geen sterf, dus dat maakt helemaal geen types uit. Woe. Dat je zo wil winnen. Oh, met je 108 coins, laat me niet eens kopen. Oh. Moet ik eigenlijk. Oh. Ja, aan de andere kant. Warpipes zijn ook OP in deze. In deze baan. Ik ga in ieder geval voor de meeste stappen. Dat je zo wilt winnen. Nee, jij bent deze Mario Party ben jij echt hard genaaid. Die van net, die was echt extreem hard. En dat je dan ook nog twee gooit. Dat je zo dichtbij bent. But in the end! Oeh, stage fright. Nice, nice, nice. Ik weet niet, wat? Oh ja, deze is leuk. Maak hem af, hoe? Deze is leuk. Als je hier alleen bent, heb je hier ook echt veel voordeel. Ja? Ja, als je goed bent. Kijk, maar wij kunnen ook tegen elkaar gaan schieten. Nice, dat was jouw bal, hoor, of niet? Nee, volgens mij die van Peach. Maar naast. Ja, oké, okay, deze ziet er wel moeilijk uit. Beweeg dan gewoon niet. Nee, dat kan niet. Je moet, dat gaat automatisch. En als je schiet, stopt hij even. It's daytime. De kinderen kunnen weer op de straat. 1. Dekking. Zo jammer. Oh, nice, nice. Dit is nice. Kom je nou op mijn bollet? Ja, het zal wel weer niet. Oh nee, ik ga het wel. Oh, jij hebt zoveel geluk dat je een elf kunt gooien. Wil ik de ster 100%? Ik hoop dat je nu gewoon eentje te weinig gooit, dat je dan hem verandert. Nog een switch. Yeah. Oh man. Weet je hoe fucking vet dan, man. Ah, ja, dit is genoeg, hè. Yeah. Dik genoeg. Eén blokje ervoor. Dat je zo wil winnen, vind ik wel erg triest. Dankjewel. Ja, dit is payback voor Sander. Je hebt de hele video niet gezien. Ja, maar jij hebt Sander zo hard afgedroogd. Dat het gewoon niet eens meer leuk was. Ik heb gewoon naar een verkrachting zitten kijken van een totaal echt minderjarige jongen. Hij was ook echt salty aan het einde. Dus net als gisteren met Engeland. Het Oekraïne. Het was 4-0 en toen het 3-0 was in de tweede helft, toen probeerden de Oekraïners het gewoon al helemaal niet meer. De scheids had toen gewoon letterlijk al kunnen afluiten van hey jongens, willen jullie nog? Nee, oké, dan stop maar gewoon. Kijk, en ik hou wel van koren verkrachtingen, maar dit ging gewoon te ver. Want Sander deed net alsof hij er niks aan kon doen. Want jij had geluk, maar nee, je bron echt puur op skill. Dat klopt, ja. Ja, het was zo triest dat hij op het einde voor de 0 stars en 0 coins ging. En dan, dan moet je nagaan dat je begint met 5 stars in die game. En ja. Met 10 coins? Oh, dan was hij echt salty. Dan was hij echt salty. Moeten we buiten bewegen nog iets doen? Nee.
Ja, haar ontwijken of zo. Nee. Wij kunnen gewoon niet die dingen raken. Ik ga voor rechts, helemaal niet. Dit moet mij een beetje denken aan die ene Mario Sunshine ding ik met die lief. Ik ga voor die zak. Oh. Ja, ja, ja. Let op, let op, let op. Oh, je bent dan ook af. Dat wist ik niet. Ik dacht, je bent dan gewoon eventjes... Iedereen wat keiveel coins in de game. 60 coins to be. Dat een jongen. Wat een kut, man. En mooi is, in de morgen party zat ik zo. Ja. Zo de tables after. Dat is mooi. Ik ga deze party niet meer om te winnen, ik ga gewoon puur om Milan te fucken. Wow, alleen omdat ik gewoon niet... Yes! Kijk, ik heb het al goed. Welke is nou daar? En jullie zijn allemaal daar. Team? Ik ga zo meteen even zoeken of ik ergens zo'n flipperkast kan vinden. Die zijn hier inderdaad. Ja, niet in de vorm van een flipperkast wel, maar wel zo, zoiets zeg maar. Die is er gewoon, hè? Echt? Jazeker, zit in elke game. Wat is dat blok dan? Dan heb je gewoon... hier rechts zo zeg. Volgens mij wel. Misschien komt zij er wel op. Als het nou een swap is, hè, dan ga ik zo hard lachen. Hoe erg hou je van je Killian MLP poster? Niet, die mag ik nooit. Okay. Ik zit nog steeds op een Sunner Moons poster te wachten. Die heb ik gewoon nog steeds voor jou klaar liggen. Maar, die op, Milan, die op. Als het zo is, als het zo is. Ik kan komt, hè. Oké, okay, mag ook. Maar doe eens even normaal, Milan. Doe de total. Er kan nou niks goed zijn voor mij, hè. Doe de total swap. Dat jij zo mooi. Ik win helemaal niet. Je zit hier gewoon een blij als doosje te doen. Je begint nog die turret van. Oh ja, ik ga dadelijk voor die flipperkast tegel. Hoe zit die hier dan? Ja, ja, ja. En dan komt zij erop en dan word ik nog genaaid ook. Wat een bal, Go! Wow, yo, hoezo kunnen jullie al zo hoog zijn? Oh, bij mij gebeurt er niks, zag je dat? Yep. Ledenboy! Maar nee, ja, je bent wel je sterk, man. Is dat je mond zat? Het is dat ik nou niet eens te poepen, anders had ik hier gewoon kapoep. Uit moeder! Geweld is nooit een ik vind het wel jammer dat Sander hier helemaal niet op heeft gereageerd. Die heeft het denk ik net gemist. En dat Sander ons mute. www.gayporn.com. Daar word je. Sander staat in het World Book of Guinness Records, hè? Ja, eigen spam, dat vangen met je mond. Hij haalde al iets van 20 meter? Nee, hij heeft gewoon 20 keer achter elkaar iets in zijn mond. En de knapste is nog, hij deed helemaal op. Wat een grapje, jongen, Sander. Ja, maar Sander heeft het wel heel Wat is nou de boot? Wel jammer dat hij je gemist heeft. Is dat mij dan? Ja. Nee. Echt een dwemmel, jij wil wel echt naaien. Net als Geer. Justin? Ja. Ik denk dat dat zoveel stappen hebben met mijn orb niet ideaal is. Oh nee, ik dacht dat het zo die door blijft gaan, weet je wel. Ah, oh, zo jammer dat Sander het gemist heeft.
Oh, hij heeft het niet gemist. Oh, hij heeft er een clipje van gemaakt. Lekker, Sander. Die is ook wel hard. Ja. Dat precies gooi wat je wil. Ja, maakt het verschil. Pokémon! Ik kan mezelf redeemen, hè? Dat kan weer op de klepperkast gaan. Ja, dat kan wel. Kijk, Peach is eerder dan mij. En als het dan lukt, dan gun ik je het nog ook. Ja, maar... En wat kan beter als je op DK komt? Minigame, toch? Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe het in 6 zit. Ik denk dat ik gewoon het beste naar links kan. Want ik... Als Peach... Nee hoor, als Peach... Zijn 9 hoor. Wil je het in eigen hand hebben of niet? Ja. Ik hou wel deze. Wordt ze nou 10? Oh. Oh. Ik dacht zij komt op Swap. Swap en Whisky, dacht ik. Ja, dat was een bootje. Alleen voor haar of voor ons allemaal? Ik denk van ons allemaal. Nice. We deden de oude Habiana dat vroeger ook. Oeh, ik denk dat het niet lukt. Ah, dit is gewoon een metal piece. Kutsoer! Nou krijg zij die trots. Ja, Nou, niet slecht. Oké, okay. Ik kom eigenlijk. Ik kom bijvoorbeeld weer mijn sterk bijdragen. Nee, jij bent ook je sterk kwijtgeraakt. Dat... Dus ik vind dat er erger dingen zijn, zoals de Yoda. Ja, maar dat. Ja. Maar ik denk dat het gewoon extra leuk maakt omdat ik het erover had en dat het toen gebeurde. Dat was wel echt geniaal. Je hebt eigenlijk ziet aan staan van je cheater. Ik wil mijn advocaat. Battle? Iedereen heeft fucking veel coins. En dan 50 coins. Ah, dat vind ik wel zo jammer. Dit, dit boeit dan helemaal niemand. 50 coins? De winnaar takes all gewoon. Hoe is dit? Ja, ik zag niet wel iedereen nee. Okay. Welke was left en welke was right? A is left en B is right. Okay. Amazon. Wauw, ja, maar ik werd fucking hard door jou genaaid omdat je verkeerd om bent. Ja, ik deed het ook verkeerd om. Wow, joh. Maar wel twee, dus ik krijg misschien mijn inzet? Ja, iedereen heeft trouwens evenveel ingelegd. Ja, 10, 11. Oh, ik heb 2 coins op gewoon, hè. Nee, Sander, ga er niet van door, dan zie je niet hoe ik deze nog win. Sander. Maar gaat ook niet gebeuren. Jij moet. Het is geen vaak, blijf!
Oh, deze ging snel. Ja, ja. Tot één. Wauw. Dat is best een goeie eigenlijk. Die is fucking goed. Maar ik weet niet welke orbs hier allemaal zijn. Dus nee. Het hoeft niet per se goed te zijn. Is het nou de sterboot of is het nou de... Het is de Z-sterboot. Why Peach komt op flipbox. Nee. Jij komt zo op flipbox. Kan ik doen, alleen... Ik hoef het niet te doen. Als jij nou op één kwam, hè? Oh, dat zou zo mooi zijn. Je gaat niet voor de flippercast. Nee, nog niet, want stel hem gooi je naar de keer laag, dan wow, yo. Maak ik mezelf weer. 8 fucking coins! Oh. Maar Peach is eerder dan ik. Dus dan moet ik... Daarom heb ik die dus bewaard. Heeft zij geen ster? Ja! Ik wil mij eerst laten zien! What the fuck? Er zijn echt veel mensen genaaid met de sterren, hè? 3 sterren zijn al in de game verwijderd. Dit is geen Bowser, dit is gewoon de Belastingdienst. Alles wordt er. Oh, deze game. Het is nog best spannend zo, ook al denk ik dat jij wel... Zo'n beetje elke bonusstar die mogelijk is wel kan krijgen, dus... Oh, ik ben met Peachy de loser! Jump the gun! Spring de pistool! Oh, deze is kut. Oh, deze doen we op de computer. Oh, en dit is zo kut met deze... Controls. Het gaat meteen alweer fout. Ik word daar zo moe van. Peach. Peach. Wat een lul. Ja, hoe moet ik winnen met zo'n teammate? Er schiet gewoon 2 keer op dezelfde. Ja. Ja, hun zijn echt retarded gewoon. Wie programmeert het? De employees van Miyamoto. Nou, de kans is groot dat Miyamoto ooit een keer dood gaat. Oh, doe eens normaal tegen Miyamoto. Anders krijgen we geen nieuwe We gaan allemaal een keer dood. Ja. Zeg jij nou dat ik niet normaal doe omdat ik het heb over de biologie van een mens? Oké. Ze weet dat ik nou gewoon die mini-mushroom gebruik. Wacht, maar jij staat daar ook nog, hè? Ja, maar... Oh, het is volgens... Ja, trouwens, ik kan sowieso de andere kant kiezen. 2 in 1 keer. Ah. Al mijn orbs kwijt. Nee. Nu moet ik zeggen. Ja, maar nu? Nee. Kijk, als ik nou dus 3 gooi. Dus je kan best 1 gooien. Dit is echt zo tering kut. Jij bent eerder dan ik. Mm-hmm. Maar dit maakt dus niks uit, want op het moment dat ik dus nou 2 gooi, dan pakt Peach... Hup. Dan pakt Peach de Z-Star en dan... En jij gaat dadelijk dan gewoon naar rechts. Pak ik, nee. Peach pakt de Z-Star, dan pak ik de gewone ster en dan moet jij de Z-Star weer pakken. En ik hoop dat je misklikt. Ja, of ik pak nou de Z-Star, zodat Peach gewoon... Ja, dat kan ook om mij te kutten. Ja.
Dat klinkt eigenlijk niet. Waarom kan ik niet daar gooien? Dat is echt. Wat doet die bom eigenlijk? Okay. Ik dacht dat dat dus was. Dat je wel stil staat. Toen jij net superveel gooide. Dat ik dan, zeg maar daar de helft van afging. Ja. Toen was het een andere item. Ja, ik moet haar wel die ster, anders krijg jij die ster. Dat mag niet. Ja, dat mag wel, maar. Ja. Dan sta ik daar een beurt voor Jan Lul. Kan ik beter gewoon weer even. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En Piet is eerste, dus zij heeft nou sowieso die ster. Ja. En dan heb jij de zie. En anders had ik de zie en had jij de ster. Dus dit is het beste. En dan stond ik daar en nu heb ik nog die mushroom. Oh, die was van Peach. Ja. Nou, met z'n allen even tegen haar. Maar dit is wel echt jammer dat je best wel veel 2 versus 2 krijgt. Dan spelen het gewoon 4 tegen 4. 1 tegen 4. Deze zou leuk zijn als je. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dit zou leuk zijn als je dan met 4 players zou spelen. Maar zo is het gewoon van ja. Kijk, bij die Mario Party 1 had je geen 2 tegen 2, toch? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb alweer besloten dat dit een kut level is. Daisy, echt. Daisy had al 2 keer die gouden kunnen pakken en 2 keer had ze hem niet. Ja, ik... Ik weet het wel net niet, maar je moet gewoon geluk hebben waar die spawnt en ja. Of je wel een staat ja of nee. Eigenlijk. Net zoals met die schatkist, hè. Als je hem dan voelt trillen en je pakt gewoon die gouden, win je eigenlijk de game. Yup. Meestal. Nou, zij kan niet missen. Tien ook. Maar ik kan nu nog kiezen om naar rechts te gaan, dus misschien kan ik het stalen. Ja, maar daarom heb ik al wat. Ja, oké. Het zou nog kunnen, maar ik weet niet waar Daisy is. Volgens mij is Daisy ook nog helemaal bij het begin. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar misschien dat iemand dan nog grondig op een vraagteken komt, weet je wel. Ja. Ja. Het is nog niet over. En misschien kan ik het stallen tot op het spel zal gaan. Ja. Dan niet Peach. Nee, die wint dan niet. Maak je maar geen zorgen. Misschien kan ik nog een flipperkast komen zo. Nou, ik heb daar wel een bom voor op neergelegd. Yeah. Voor, om te kutten. Dat het dan half wordt, zeg maar. Wow. Ik zou naar rechts gaan. Bom, bom, flipperkast. Jammer. Er is heel veel schilderen hier eigenlijk. Nee, en ik had nog. Ik moet in. Hoe kan ik dan weer 10 gooien op zo'n moment? Ik word daar zo moe van. Hoe lang is het nog nacht? Nog 1 turn hierna. Oh nee, dit is de laatste turn. Oh, anders ging ik naar omhoog. En dan kon ik nog van haar een ster stelen. Oh nee, want Piet zit die zaklamp. Ik zijn weer gelukkig, joh, hè? Klinkt bekend? Ja, dan moet je zo'n bordje gooien en dan moet je zo'n parcours af.
Je moet je wel een beetje geluk hebben met... skill. Nou, ook met een beetje met hitbox. Ja, kijk. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo. Ja, maat. Maat, oh my gosh, gosh. Finish! Ja, deze moet je echt een paar keer doen, anders ja. Begrijp je die hitbox beter. Want inderdaad, ja, die hitbox is... Wel een leuke minigame, dat wel. Maar wel. Het is zo'n minigame dat als je die vaker doet, dan word je er goed in. Ja, als je een beetje de makkelijkste weg weet of zo, of de fijnste weg om te gaan. Ja, of je weet gewoon hoe die hitbox zijn. Maar goed dat we nou niet die andere map deden, anders had ik nou gewoon in het werk al die sterren gekocht. Ja. Yeah. Oeh, battle. Zij heeft een ster. Zij gaat. Ja. Hoeveel stappen had ze nog? Nee. Ik weet niet wat er al komt. Volgens mij... Komt zij dan op vraagteken? Ja, dit vraag ik me nou af. Dat is natuurlijk wel vraagteken. Ja, maar wel. Nee, of rood. Oh, 0-0. 1, alsjeblieft. Wauw, wat een kutspel. Maar dan gaat Pietje nog één kopen zo. Oeh, dan kan Piet misschien gewoon nog winnen. Maar je kunt daar toch ook de andere kant op gaan of zo met dat vlog? Nou nee, je kan er afgeschoten worden. Ah, maar dan moet Bowser aan die andere kant zijn dan of wat? Nee, ja, dan kom je alsnog wel op dezelfde plek als het goed is. Ja, ik weet niet of Bowser daar moet zijn, maar dan verlies je gewoon heel veel coins geloof ik. Is het niet in de nacht dan dat hij er afziet of zo? Ja, dat weet ik niet helemaal. Ja, dat haal je niet met één blok. Oh, ik zie wel iets wat je wel haalt. Mag ik iets invluisteren? Ja, ik moet nou een 2 gooien. 3. 3. Ja. Oké. Okay. Oeh, dat blijft toch altijd kut, hè, met die? Het is geen garantie namelijk. Ledenbeach! Haha, yeah. En dan word ik sowieso eerst, want dan krijgt zij min een ster. Mm-hmm. Oh, volgens mij. Nee. Oké. Okay. Of dit is de laatste beurt? Nee, toch? Hierna nog één. Oké. Okay. Zitten we bij elkaar? Ik denk dat. Gondelaglide. Ik ken deze ding niet, denk ik. Oh, dit is weer een mash. A, B. Zou je het zeggen? Hè? Ja, nee, eerst kijken op de. Ah, oké! We gingen allebei te vroeg. Dit is veel te lang aandrukken. Maar ook echt grappig dat we allebei gewoon tegelijk gewoon stoppen. Nice. Ja, dat was wel een leuke minigame. Deze was leuk. Als je er maar bij, Sander. Alle leuke momenten mis je op één moment na. Lifferkast. Gel. Tegel.
flipperkast. Oh. Godse 1. Oh, zou ik hem met 30 halen? Weet ik niet. Misschien heb jij daar trouwens een bom ergens neergezet. Zou ik kunnen? Nee, nou, ik ook niet. 66? Bijna heb jij de duivel gesummoned, hè? Hoeveel je? Dat maakt allemaal niet uit. Waarom gooit zij 1? Wat een piekenskeertje. Nou, je hebt volgens mij alle sterren die je nog, extra sterren die je nog kan winnen, wel gesecured. Heb je een blokka? Deze? Hoezo gooit zij 1? Echt op dit moment gewoon, nee. Nou, is er weer 2 tegen 2? Dat is echt zo lucky van haar. Ja. Dat is echt nooit een 4... Dat is echt vaak, hè? Yeah. In verhouding is het echt bijna altijd. Ze moeten echt een Mario Party maken waarbij je het gewoon kunt customizen gewoon. Hoe fucking nice zou dat zijn? Ja, ik vind 2 tegen 2 niet per se erg of zo. Hoor. Alleen ja, wel, het is wel vaak. Dat je gewoon een mode kunt aanzetten, dat je dan gewoon daar uitzet of de kant. Oh, hoe, zeg maar. Wat zijn de dingen? A naar voren lopen en B is naar achteren. Dus dat is pintabiel. Wat is Daisy weer aan het doen, jongens? Ja, ik word zo moe daarvan, hè. Peach, kan je nog iets doen? Ja, dat is... Ja. Oh, nou, viel, valt me alles mee. Echt, jongen, Daisy, krijg iets. Oké. Daisy. Daisy! Daisy! What the fuck? Daisy. Goed zo. En niet eens in line! En toch telt hij hem! Hier! Wie programmeert dit op? Echt. Die computers waren zo slecht. En dat vind ik dus jammer bij 2 versus 2 met computers. Je bent zo afhankelijk van je computer, want zelf doe je gewoon goed. Maar je computer bepaalt of je die minigame wint of verliest. Oh. Maar in ieder geval coins. Duidelijke winnaar. Bonussterren. Maar als je hier nou ook een vraagteken stelt, hebt, kan Peach hem ook gewoon winnen, of jullie. Nou. Zou die nog krijgen? Oh, wat een verrassing. Nou, die is ook voor jou. Kaya! Dat je zo wil winnen. En als Peach nou een ster heeft, dan ben ik op point. Ja. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Heeft hij een Peach? Het scheelde niet veel in ieder geval. Nee. Oh, gewoon weer een party gewonnen op coins. Maar ik ben wel derde. Dat is wel leuk. Ja, Peach wint. Oh. Doe maar weer net aan gewonnen. Eigenlijk zouden ze nou gewoon de golden rule, gewoon dat je dan gewoon 1 minigame tegen elkaar doet en de winnaar, die wint dan alles. En dan zo'n speciale nice minigame die dan een minuut duurt of zo. Dat je echt zo'n heel parcours moet afleggen ofzo. Ja. Net als ik de vorige partner. Ah, nice. Oh, ik ben niet ontevreden. Nee, ondanks wow, yo. Kijk eens hoeveel wie de meeste meters heeft gemaakt. Nou, nog niet in deze game. Oh, wow. Wat is dan C? Coin. Coins, ja. En minigame is van minigame, ja. Yep. Nou boys, bedankt voor het kijken van deze stream. Eerste potje had ik gewonnen, tweede potje had Justin gewonnen. Het was een mooie dag. Ik zie jullie graag bij de volgende stream. Adios. Ja, die helaas, we gaan dan. Ja. Bye-bye. We zijn toch zeker 2,5 uur online geweest. En het is vandaag klaar.
Ik heb nog één ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Adios.